is even aandacht voor die schitterende spandoeken die hier tentoongespreid worden vanwege het 120-jarig bestaan van de club. Dat was al op 2 december, jongsleden. Maar ja, toen had je die WK-break. Schitterend met een paar grootheden als Bert van Marwijk, Kees van Kooten, Paul Bosveld, die Dick Snyder zie ik daar. Prachtig gedaan, hartstikke mooi. De historie van de club, die wordt geëerd. Leo Halle natuurlijk. Hartstikke mooi om naar te kijken, helemaal te gek. In een stadion wat steeds meer een modernere karakter krijgt. Er zijn zelfs heuse skyboxen bijgekomen in dit stadion. En dat gaat dus allemaal op heel veel vlakken goed met Go Ahead Eagles. Sportief ook. Want de laatste 10 competitiewedstrijden niet verloren. Daarbij ook nog eens keer 2 bekerwedstrijden winnend weten te besluiten. Het gaat goed. Onder andere Adekanje, die de laatste wedstrijden zeer wel in vorm is. En een plaaggeest is voor menig tegenstander. De opstelling wijst niet zoveel als de afgelopen weken. Maar hij is gewoon er weer bij. Bas Dost, deze week vader geworden van een zoon, Finn Leo. Een paar lastige nachten wat dat betreft. Maar daar zal elke ouder kunnen onderschrijven dat dat in het begin best zo is. Dus was nog even de kans dat Doefikas vandaag in de basisopstelling zou beginnen. Maar het is toch Bas Dost geweest en geworden en gebleven. Younes. Sanjan. Die weet dat Viergever ook weer helemaal terug is. Is op de bank. Is natuurlijk bedacht voor die positie links centraal achterin. Goeie bal. Daar komt Van der Streek. En daar is ook de Lange. En dat is keurig op de bal gekiept. Raak je alleen de man, dan is het einde wedstrijd voor de keeper. En een strafschop voor FC Utrecht. Maar goed gekiept zeg. Oh, eigen doelpunt. Ja, de Lange zegt nog los. Tenminste, ik neem aan dat dat de tekst is die hij bezigde. En Willemsen in eigen doel. En weer FC Utrecht met een hele vroege goal. Deze keer wel met enige hulp van buitenaf. Kort die bal van Kleiber op Bosdokan. Adekanje. Willemsen. En op het dippertje verdedigd door Sanjan. Gaat wel weer ten koste van een corner. Wegkop, maar opgevangen. Adekanje met links. Oh! Ja, hij scoort er weer eentje. Bobby Adekanje. Op piepjonge leeftijd kwam hij al bij Barcelona terecht. Daarna volgde een voetbalreis, een imposante voetbalreis door heel Europa. En dat hij wat kan, laat hij zien. Bobby Adekanje. Kleiber. Younes. Richting Dorst, Itzis komt weg. Daar zomaar klaargelegd voor Van der Streek. En dan is het weer een voorsprong voor FC Utrecht. Van der Streek. En zo gaat er achterin het een en ander mis. Maar weet FC Utrecht dat perfect uit te spelen, daarvan te profiteren. En voor de tweede keer deze wedstrijd komen ze op voorsprong. Toornstra. Opgejaagd door Adekanje, die maakt dan de overtreding. Nog even klem te zitten. Nee, dat is een tegenvaller voor FC Utrecht. De vroege blessure van Jens Toornstra en Luc Brouwers. 2 seizoenen bij Go Ahead Eagles speelde voordat hij afgelopen zomer de overstap maakte naar Utrecht. Is zijn vervanger. Jan Sana. Mooie opening op Del. Lidberg. Even aan ieders aandacht ontsnapt. En buitenkantje rechts speelt hij die bal voorlangs. Het is
is de 37e minuut. Bosdegan trapt richting Dost. Komt er net niet helemaal lekker aan. Schampt hem, ja, maar raakt met zijn hoofd wel het hoofd van Nauber. Beide mannen hebben er last van. Nee, het was Liedberg, nu wel vlak voorlangs. Een bult op het hoofd, een flinke bult ook bij Bas Dost. Dat is een aardig eitje hoor. Is hij ook duizelig? Wat gebeurt hier met Liedberg? En Dost weer terug, inclusief ei. Sanjan. Nou, dat kan je. Nou, dat kan je gaan trappen. Liedberg om die bal te schampen. Amova krijgt het van Jansana. Jansana langs van de Marel. Maar dat kan je. En dat is voor Barkas. Toornstra terug op de bank. Kluiver. Del kruipt voor Boet. En Willemson aangespeeld. Willemson terugleggen. Daar is hij, Barkas. Vlak voor Adekanje. Bosdegan. Kluiver. Booth. En Kluiver meteen door. Ook in aanvallende zin. En daar is het van de streek. Dat was wel een aardig geweest als hij daar daadwerkelijk doeltreffend had kunnen afronden met zijn hoofd. Jansana. Deel. Nou, dit kan je. Liedberg voor de vrije kopkant. En Willemson komt er niet aan. Edwardsen. Bal scherp voor en dan is hij voor Barkas. Nou, er wordt in ieder geval wat gecreëerd. Dat was al een tijdje terug dat dat nog lukte. Van der Hoorn. En Barkas. Bosdegan. Kluiver. Dost. Bosdegan. Dus twee man, voordeel van de streek. Van der Marel en Boussaïd. Altijd onderweg, altijd in beweging. Boussaïd naar binnen schieten. Maar wel, uiteindelijk toch nog redelijk ruim naast. Edwardsen. Edwardsen, zo. Balletje naar de zijkant. Nu strak voor en helemaal vrij. Edwardsen en Barkas. Met een onmogelijke redding. Maar dat kan je niet zeggen, want hij bleek toch mogelijk. Bosdegan krijgt hem weg. En in één keer. Stadion uit. Federico Martiello. Af en toe moet je een beetje risico nemen. En dat nam hij. Een enkele op de pantoffel. Inderdaad, over het dak. Booth. Sneller dan Marcello. Hij is wel de enige van Utrecht. Nu kruisen en de redding van de Lange. Go Ahead Eagles drukt. En dan is er wat ruimte. Hij heeft een aardige trap hoor, die Bosdegan. Dit is van ver. Kluibertje. Scheutje. Wat een knal. Waar de 90ste minuut loopt. Zullen straks een minuutje 4 bij komen. En Mova.
Amova krijgt hem niet bij Stokkers. Maar hier wel Fernandes. Mooie teruggetrokken voorzet. En dan valt die bal binnen. Is het zo die er 2-2 van maakt? Dan werd het ze toch op het einde nog te machtig. En lijkt dan toch die ongeslagen reeks een vervolg te krijgen. Twente Utrecht, Utrecht Excelsior en AZ Utrecht. Dat zijn de volgende wedstrijden voor FC Utrecht. Waar Edwardson gestuit wordt door Sanjan. Boussaïd komt weg. Dost links. Doufikas. Die blijft achter de bal. Doufikas met de kans om de winnende treffer alsnog te maken. De Lange met een redding. En dan Boussaïd. Boussaïd. En Van der Marel. Maar wat had Doufikas daar de kans om alsnog de derde voor Utrecht te maken. En aan de andere kant is het Liedberg die er vandoor is. En Edwardson, Stokkers laat lopen voor Fernandes. Fernandes, het schot gaat naast. Wat een kansen. Op het einde dan toch weer. En hij belangrijk. De 1-op-1 met Doufikas. En Boussaïd. Bosdogan. Komt hij tot een schot met zijn linker. Bosdogan. Ja, de Lange heeft hem weer. En dan is de wedstrijd ook voorbij. En gespeeld. En zullen ze bij Utrecht balen dat die gelijkmaker alsnog kwam in de 90ste minuut. Maar uiteindelijk is het allemaal zo verdiend niet.